zie je ook wel. En die heeft toch wel een ander camouflagepatroon. En dat komt gewoon doordat ze op een andere ondergrond liggen. Dus, dan zijn er meerdere manieren om zo'n visje te fileren. Je kunt hem dus aan beide zijden eraf halen of je kunt hem in één keer vlinderen. Dat laatste dat ga ik doen, zodat je daarna altijd de filet nog op kan delen. Rendement. Wat is heel belangrijk in rendement? Nou, dat is ingelijk aan het seizoen natuurlijk. Vis uit het juiste seizoen heeft dus ook het hoogste rendement. Dat spreekt eigenlijk voor zich, want dan is de vis niet aan het kuitschieten, heb je minder verlies. Is hij lekker dik en lekker vet. En daar gaan we voor. Veel vet, vette smaak, net zoals bij vlees. Dat kunnen we allemaal, denk ik. Nou, hoe pakken we dat aan? We snijden hem achter de kieuwen en dan zo strak mogelijk om de kop. Dan kun je hem van buiten naar binnen fileren. Maar wij fileren hem meestal precies andersom. En daarvoor, dan volg je dus de graad en zoveel mogelijk naar de graad toe. Hier zitten de lamellen, de vlerken, en die vlerken die zitten vol vet. Heel vaak wordt het van de filet verwijderd. Maar gooi het niet weg. Japanners hebben er ook heel gerecht bij. Of van. Maar die vlerken die zijn juist super lekker omdat ze heel veel vet hebben. Nou, dan hebben we hem dus losgesneden. En dan is het niet meer als van de staart naar de kop over de graad. En zoveel mogelijk rendement eraf zien te halen. Totdat we hier bij de buikgraad komen. En dat is een eigraad, een opstaande graad. Die moet je altijd doorsnijden, dan is de filet los. Zo. En dan gaan we rustig via de andere kant verder. Eventueel bloed direct verwijderen, want dat trekt natuurlijk direct in het vlees. En zo hebben we mooi gevlinderd. Ook ingewanden, maagzuur. Nou, dit is een stukje hom. Dat betekent dus dat dit een mannelijke variant is. Wat ook een mogelijkheid is, is dus het fileren vanuit het midden. En dit wordt vaak in de keuken toegepast. Heb je iets meer tijd en is het rendement nog iets mooier. Omdat in het midden heb je een beetje opstaande graad. En dan kun je mooi langs iedere kant kun je hem eraf snijden. Dan is het wel makkelijk om eerst de kop helemaal los te maken. En dan is het niet meer als goed insteken. Je kan haast niet door de graad heen gaan. Dat is ook een methode. Andere kant, net zo. Ook bij een platvis heb je een rugzijde en een buikzijde natuurlijk. Waarbij het rendement aan de rugzijde altijd vele malen groter is. En filetje nummer 2. Dan hou je natuurlijk altijd de graad over. En dat kun je altijd nog weer gebruiken natuurlijk voor soepen, sauzen. Nooit wegdoen. Het is de mooiste graad om te gebruiken. Er zit heel veel smaak aan. Maar als je goed fileert zie je dat het meeste vet haal je er ook af. Dus de wangen? De wangen kan altijd.
hier zitten inderdaad de wangen. Maar bij een tarbot zijn die niet echt denderend. Zoals je ziet. Ja, dat is helemaal gefiel. Dan praat je over dit soort stukjes. Maar ja, voor een soepensauze. Ik zou zeggen, kook hem lekker mee. Je trekt het velletje eraf. En je kan in één keer die wang eraf pakken. Dan heb je hem ook groter. Is hij wat meer intact. En direct gekookt. Kun je hem direct verwerken. Maar probeer zoveel mogelijk van die tarbot dan ook te verwaren. En zo zie je maar. Het blijft gewoon heel weinig van zijn vis over. Maar hij is ook zo lekker. Ik zal even de Nederlandse variant. Nou, hier zie je dus al duidelijk een verschil tussen die wilde. Hij zit vol met kuit. Je betaalt dik voor zo'n vis en dit gaat allemaal weg. Het is allemaal verlies. Plus hij is gewoon iets minder vet op dit moment. Ja, dus dat gaat ook ten koste natuurlijk van je smaak en je kwaliteit, want die alles nu in de kuit stopt qua energie. Precies, en als je een continu smaak wil hebben, is kweektarbot gewoon een heel goed alternatief. Je hebt één lijn het hele jaar. En de beestjes worden heel goed verzorgd. Het is een hele kieskeurige viscycle en het kweekproces is heel moeilijk. Maar juist door hele goede voeding, goede waterkwaliteit, goede belichting en eventueel waar ze nu mee werken is verschillende soorten bodem. Dus dat ze in de kweek ook op schelpen en op zand leggen, krijg je dus ook steeds meer de natuurlijke kleur. En de smaak die zal altijd iets blijven verschillen natuurlijk. Ze kunnen niet de natuur nabootsen. Maar dat scheelt natuurlijk aanzienlijk in de prijs. Er hoeft niet voor gevist te worden, geen bodemberoering. Het voer wat ze krijgen is MSC gekeurd, dus dat wordt ook op een verantwoorde manier wordt dat gevangen en dan weer verwerkt tot visvoer. Dus het is een heel goed alternatief als de tarbot buiten het seizoen is. Het zijn kleintjes, ze kunnen nogal allemaal groter worden. Ja. Hoe kunnen we zien of het een vrouwtje of een mannetje is? Weet iemand dat? Nee. Een beetje op een hand. Hier op het achterschild kun je heel duidelijk zien of het een hartje is of dat hier een paaltje staat. Nou, hier hoef je niet te zeggen, denk ik. Als hier echt een paaltje tegen is, dus dit is smaller, dit is een mannetje, dit is een vrouwtje. En hier houdt ze dan de eitjes erheen.